Swim Jos presenteert Zwembeelden uit het verleden. Terug naar de jaren 60, 70, 80 en later. Nostalgie, nostalgie, nostalgie. Zwembeelden van toen. Met deze keer. Holland. Nee. Start. 4 keer 100 meter vrije slag. De kans voor Nederland om in dit toernooi een medaille te verdienen. Christine Otto, zojuist rugslagkampioen geworden. Zij is de startzwemster. Voor Nederland dus een iets andere samenstelling dan vanochtend. Marianne Muis, die moet het spul lostrekken. Vanochtend als tussentijd 55-96, maar dat was dan met die vliegende start. Baan 5 Nederland. Beneden de ploeg van de DDR. En Marianne Muis gaat zeer goed mee, maar ook de Russin Elena Dendeburova gaat voortreffelijk. Er is nauwelijks ruimte op dit moment. Marianne Muis die heeft het moeilijk. Maar dat komt omdat die Mary Wade en die Christine Otto natuurlijk lekker gaan. Nederland op dit moment gelijk met de Sovjet-Unie op de derde plaats. Met bovenin nog even de Denen die ook goed meegaan. Maar die houden dat niet vol. Een gelijke wissel, vrijwel gelijk voor de Verenigde Staten, Nederland en Rusland. En als tweede hebben we eerst even die tijd maar nog. 56-26, dat is een goede tijd, want het was nu tenslotte met een staande start. Mildred Buijs die ligt te knokken voor wat ze waard is tegen de Sovjet-zwemster Isakova. Terwijl de DDR nu met Katrin Meijzer en de Verenigde Staten met Mitzi Kramer voorsprong hebben genomen. Mitzi Kramer op de 100 meter overigens niet helemaal in een glanzende vorm. Nederland op dit moment vierde. De Sovjet-Unie met Isakova gaat op dit moment op de derde plaats. Mildred blijft erbij hangen. Laat het niet uit de handen lopen zoals bij die 400 wissel. Toen je zei, ik kon geen macht opbrengen. Breng dat nu wel op, want het is voor... Het is voor Corny van Benten natuurlijk van groot belang om een klein beetje schot in dit gebeuren te kunnen houden. En we gaan weg en liggen als, zeg maar, gelijk met de Sovjet-Unie, als derde in het water. Corny van Benten, de rots in de branding bij zo heel veel toernooien. Ze was er al bij in 80, ze was erbij in 84. Heeft ongelooflijk veel medailles verdiend tot de Olympische Spelen. Ze wil ook hier op de vlinderslag misschien nog wel wat scoren. Maar de echte kans, die zit op dit moment in deze 4x100 vrije. En ze ligt goed. Karin Brinesse die deed een voortreffelijke 56-15 toen ze de zesde plaats haalde op het persoonlijk nummer. Dus daar kunnen we ook nog wat van verwachten. Maar ook de Sovjet-Unie gaat met Kopchikova natuurlijk nog wel wat vuurwerk in het water brengen. De DDR, die gaat op kop. Even letten op de tussentijden, want in Moskou was het 2:45. Met de wereldrecord, het was 2:45:21 toen er werd overgegeven. En daar zitten ze net boven. Nederland, dat heeft nu weer voor ons de aandacht. Nederland was derde in 2:48:25. En dat is een tiende van de seconde minder goed dan vanochtend. En nu moet Karin Brinesse, die moet en de Amerikanen nog zien te halen. Die moet proberen die Russen van zich af te houden. En waarachtig, ze heeft een enorm hoog armtempo op dit moment. Als ze dit in haar macht houdt, dan komt ze nog in de buurt van Dara Torres van de Verenigde Staten. Die tenslotte op het persoonlijk nummer ook niet zo best tevoorschijn kwam. De DDR, die gaat op kop. Dat is duidelijk. Met een Manuele Stalmach, de derde winnares. De bronzen medaillewinnares op het persoonlijk nummer. En de Amerikanen met Dara Torres liggen in een verslagen positie. Karin Brinesse, als je dit volhoudt, dan wordt het zilver voor Nederland. En de eerste Olympische medaille voor Nederland. En het gaat gebeuren. De DDR gaat finishen. Al is het een wereldrecord. Het zal wel een zorg zijn, want die zilveren voor Nederland, dat moet het worden. En dat wordt het. Het is 3:43:39. En de 3:40:63, dat is 1/10 van een seconde boven de wereldrecordtijd. Die moeten we natuurlijk meteen volgen op dat geweldige succes voor die Nederlandse ploeg. Met Marianne Muis, Mildred Muis, Corny van Benten en Karin Brinesse noemen. Holland. Mo,
Mooi, hè? We krijgen nog meer, want de NOS had een camera, een eigen camera, het zwembad binnengekregen. En kon die dus op die Nederlandse meisjes gericht houden. En Kees Jansma doorbrak alle afzettingen om met het zeer blije viertal te praten. Eerste zwemmer, Marianne Beelden, Marianne Muis. Ik kom er bijna niet meer uit om 10:30 Koreaanse tijd. Gefeliciteerd. Moeilijk om te beginnen met die zenuw in je lijf. Ja, ontzettend moeilijk. Want je weet gewoon, DDR die start gewoon met de snelste zwemster in dit ortho. En vorig jaar zwom ik ook weer tegen. En nou ja, je hebt gewoon een hele zware kluif aan om erbij te blijven. Maar je probeert je vast te bijten. En het is aardig gelukt. En van tevoren iedereen rekenen, halen ze het wel, halen ze het niet? Nou, wij hebben nergens op gerekend. En een derde plak zou ook hartstikke mooi zijn geweest. Maar twee, dat is allemaal te gek. Ja. Zagen we jullie huilen uit de verte? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Pure Hollandse ontroering. Ja, zeker. Ja. Jasper, we gaan even naar nummer 2. Gefeliciteerd. Mildred, dan komt je zij aanzwemmen en dan sta je daar te popelen. Ja, op dat moment, je kunt niet terug. Je moet gewoon. Ze komt heel dichtbij. En ja, dan start je maar. En je gaat gewoon zo hard mogelijk als je kunt. En op het laatste wordt het wel heel erg moeilijk, maar we rennen het altijd, het is 100 meter, niet zo ver. Dus, Ik denk altijd van, in de zenuw wordt dit vast een disqualificatie, want ze gaat te snel het water in. Nee, dat niet. We hebben gewoon heel goed geoefend in de voorbereiding op de overnames en zo. En dat kon gewoon eigenlijk niet misgaan. Realiseer je dat je de eerste Nederlandse bent tijdens dit toernooi die je medaille wint? Ja, zeker. Ja, dat realiseer je al? Ja, wel. Corrie, daar gaan we. De derde zwemster. Ik denk dat alle ellende van die baan hier al bij, toen je vals ging, maar toch moest doorgaan, vergeten is. Helemaal vergeten. Oh ja, dat denk ik niet eens meer aan. Daar wil ik niet eens aan denken. Dat maakt het helemaal goed, hè? Ja. Je bent zo vroeg begonnen. Je bent nog hartstikke jong, 23, maar zo vroeg begonnen. Kun je spreken van een hoogtepunt in je loopbaan? Een van de hoogtepunten, absoluut. Het is echt... dit is het sterkste veld ooit bij elkaar geweest in die jaren dat ik zwem. En we dachten dat Amerika een grote bedreiging zou vormen voor Oost-Duitsland. En wij verslaan ze gewoon. Dat is formidabel. Er zat wel een gat tussen zeg maar nummer 2 en nummer 1. Maar ja, tijd is ook niet belangrijk. Ik geloof 3:43 kan dat en nog wat? Ja, 3:43. Weer een nieuw Nederlands record. Maar erg belangrijk is dat niet, hè? Nee. Het gaat hier alleen om de plaatsen en de plakken. Hè? En daar zitten we goed. Ja. Dan gaan we naar de laatste, want die zei dus van de week... Ik reken zeker op een derde plaats. Je bent helemaal verkeerd geweest. Ja, inderdaad. De schatting is verkeerd geweest. Maar goed ook. Maar het vertrouwen was er dus. Je zat er eentje naast in positieve zin, maar het vertrouwen vooraf was er. Ja, het vertrouwen was er. Dus ik heb vanochtend ook, het moet kunnen, want hun hebben dus vanochtend gezwommen. Ik ben thuis gebleven en het zat er dus in. En Diana van der Plaat heeft echt fantastisch gepresteerd ook vanochtend. Dat moet gezegd worden. Absoluut. Ja. Nou was je in het begin heel zenuwachtig van dit toernooi, maar was dit vanavond weg? Ja, mijn moeder zien staan, hartslag 200. Nee, het is echt niet weg. Want je moet, hè, als de laatste zwemster en dan eigenlijk al een meer kansrijke positie, je moet dan het afmaken. Ja, en dat is, ik heb altijd gezegd, wil eens laatste. Maar op zo'n moment in staat denk je, waar ben je aan begonnen? Echt, maar je moet het afmaken. Je kan het verpesten voor de alle drie, terwijl hun drie misschien goed hadden gezwommen. Ja.